Ik had niet bewustzijn moeten roepen naar het tafeltje naast ons, maar ik loop vooruit. Aan het tafeltje naast ons zit een stelletje tortelduifjes. Ze zijn nog erg piep, maar iets meer beschaafd dan het stel op de bank in het park voor wie ik enig licht probeerde te laten schijnen over hun jeugdige seksuele bezigheden. Hoewel ze meer gecultiveerd zijn qua taalgebruik en verfijnde manieren, hebben ze zich niet echt uitgedost. Ze horen meer bij de sans-gêne gebruikers van het etablissement qua slobbertruien en dergelijke. Na enkele minuten diepe concentratie op de menukaart, op zoek naar een goedkope keuze, begint hun discussie. Dat was beter niet gebeurd. Ik neem gewoon een slaatje, zegt ze en legt de kaart opzij. Dan doe ik een hamburger van het huis. En ook hij schuift de spijskaart van zich weg om romantisch in haar ogen te kunnen kijken. Maar dat loopt anders. Zij spert haar ogen wagenwijd open en bliksemt hem neer met een vlammende blik. Wat doe je nu? Vlees? Ga je vlees bestellen? Dat meen je niet, roept ze fluisterend. Hij rolt met zijn ogen en voelt alle romantiek wegzakken. Ben je daar weer? Kun je je fanatisme vandaag niet even achterwege laten, zucht hij. Ik citeer de auteur opnieuw. Bewustzijn is een term die je kan terugvinden in de filosofie, psychologie, psychiatrie en ook in de godsdienstwetenschappen, onder andere namen zoals geest of ziel. Maar ook in de biologie. Daarom heb ik in mijn boek De Bril van Darwin een hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp, zij het natuurlijk vanuit een evolutionaire invalshoek. Ik vat graag kort samen hoe ik bewustzijn heb benaderd. En dat kunnen jullie vinden in de voorpublicatie op de link naar de site hieronder. Dit is een aansporing om ons iets meer nederig op te stellen. En om te beseffen dat ook dieren pijn kunnen voelen, zoals wij dat doen. Voilà. Hartelijk dank professor Nelissen, hartelijk dank ook Karel Drabbe van uitgeverij Erzberg. En ik zou zeggen, vanaf begin september is dit boek, Voetstuk, van professor Nelissen, verkrijgbaar. Dus snel naar de boekhandel of waar het verkrijgbaar is, dat is alvast wat ik ga doen. Dag!